Oké, vandaag iets meer uitleg over de verschillende type camera's. Deze film is zeker niet allesomvattend wat betreft type camera's. Dus wat ik ga bespreken zijn deze vier camera's op tafel en dat zijn de meest voorkomende type camera's. Laten we beginnen bij de eerste, de compactcamera. Compactcamera is bedoeld voor iedereen die op reis is en die eigenlijk niets van verstand van fotografie heeft. Heel snel de camera uit zijn zak wil halen, inschakelen, richten en de opname maken. De zoeker bestaat uit het digitale scherm achteraan, dus daarop zie je hoe de foto er uiteindelijk komt uit te zien. Qua manuele instellingen valt daar weinig aan te veranderen. Je kunt in het menu via verschillende functies kun je wel in het menu dingen gaan aanpassen, maar dat is zeker niet manueel instelbaar zoals deze camera's zijn. Dus qua gebruiksgemak, wel afhankelijk van wat de bedoeling is, qua gebruiksgemak als je gewoon point-and-shoot noemt en dat als je gewoon wilt terecht gaan schieten. Is dat perfect als je creatief wilt fotograferen? Zijn deze beter geschikt? Nu, die krijgen heel veel concurrentie van smartphones die ook een camera ingebouwd hebben. Begrijp me niet verkeerd. Een smartphone heeft nog altijd vaak veel minder kwaliteit dan deze camera's. Zeker als je naar kwaliteitscamera's als Canon IXUS-reeks kijkt. De sensor in deze camera's, de IXUS-camera's, zijn kleiner dan deze kleinbeeldcamera's. Maar zijn nog altijd wel groter dan de sensors in de smartphones. De volgende in de rij is deze meetzoekercamera. Dat is een zeer goedkope variant. Die is deels manueel in die zin dat je manueel moet scherpstellen, manueel een diafragma en ISO-waarde kunt instellen. Dat is een filmcamera, dus je steekt er een filmpje in. Maar de sluitertijd wordt bepaald door de lichtmeter, dus er hoort ook een batterij in. En aan de hand van de lichtmeter zal de sluitertijd dan bepaald worden. Nu, het grote verschil met, ja, buiten dat het natuurlijk analoog is en dit digitaal, is dat je hier het beeld wat je door de zoeker, dus hier is een zoeker die kijkt door de zoeker om een beeld te maken. Het beeld wat je daardoor te zien krijgt is optisch totaal losgekoppeld van het beeld wat eigenlijk hier door de lens op je sensor, of beter op je film terechtkomt. Nu, volledig losgekoppeld, dat wil zeggen dat er een aantal hulpmiddelen zijn ingebouwd. Om te beginnen zie je door die zoeker een pak meer dan wat je uiteindelijke beeld zal opleveren. En in dat grote oppervlak is dan een uitsnede gemaakt, een rechthoek die een aanduiding heeft van wat je uiteindelijke beeld zal bevatten. En daarnaast voor de scherpstelling zijn er twee oppervlakken in beeld te zien. En als die twee oppervlakken elkaar met een verschuiving tegenover elkaar staan, is uw beeld niet scherp. Staan die één op één op elkaar, dan is dat onderwerp op dat moment scherp gesteld. Dus dat is de manier waarop je met deze camera scherp stelt. Verder zijn die camera's zeer geliefd bij mensen die aan straatfotografie doen, om de eenvoudige reden. Dus zoals ik al zei, door de zoeker zie je meer dan wat er op je foto terechtkomt. Dus dat betekent dat als er iemand uw beeld inkomt gewandeld, kan je die eigenlijk al gezien hebben nog voordat die persoon echt op je foto terechtkomt. Je kan die eigenlijk al waarnemen, je kan die zien aankomen en je kan erop anticiperen. Verder zijn die ook zeer stil in vergelijking met de spiegelreflexcamera die ik zo meteen bespreek. Als ik deze hiermee een foto neem, dan hoor je eigenlijk enkel de sluiter open en dicht gaan. Wat een miniem geluid is, zeker in vergelijking met de spiegelreflexcamera. De volgende in de rij, ik zal nu snel even om gemakkelijk de vergelijking te kunnen maken afdrukken. Dan hoor je dat deze een pak meer geluid maakt. Die heeft ook veel meer trillingen. En dat komt omdat in deze camera een spiegel ingebouwd is. En die spiegel moet op het moment dat de opname gemaakt wordt, moet die opgeklapt worden en teruggeklapt worden. Nu, wat doet die spiegel? Het licht komt zo binnen. En die spiegel zal dat licht dan naar boven weerkaatsen. En dan in dat prisma wordt dat beeld ontspiegeld en door je zoeker weergeven hier. Dus dat betekent dat als jij hier door de zoeker kijkt, dan zie je als fotograaf eigenlijk perfect het licht wat door je lens komt. Op het moment dat je dan de echte uiteindelijke opname maakt, wordt die spiegel opgeklapt, waardoor het licht niet meer naar boven gaat, maar rechtdoor naar je negatief. En de sluiter, dat is op zich niet anders, die zal dan bepalen hoe lang dat negatief belicht is. Ik kan hier laten zien, als ik hier, als het goed is, zie je hier de spiegel opklappen. En terug naar beneden gaan.
Met een sluitertijd van een duizendste van seconden zou je de sluiter waarschijnlijk met moeite gezien hebben. Omdat hij zodanig snel beweegt. Nu, dus aan de ene kant maakt dat meer geluid. Maar aan de andere kant heb je wel een beeld wat overeenkomt met het licht dat door je lens komt. Dus dat betekent dat als jij hier scherp stelt, dan kun je die scherpte zien veranderen door je zoeker. Dus je kunt door je zoeker perfect scherp stellen visueel. Daar is wel voldoende licht voor nodig. Daarom zal die lens, ongeacht welk diafragma dat je kiest, op het moment dat je de compositie bepaalt, zal die op volledige opening blijven staan. En het is pas, stel dat je nu opening 8 kiest voor je foto, het is pas als je afdrukt dat die echt naar opening 8 gaat en je sluiter bedient. Nu, als je toch graag het effect ook van je diafragma zou kunnen zien in je beeld, dat kan perfect. Daar zijn, hier is een hendeltje. Dit hendeltje, als je dat indrukt, dan gaat het diafragma sluiten naar de gekozen diafragmastand. Nu, dat betekent wel dat uw licht op dat moment in de zoeker een heel stuk afneemt, omdat er veel minder licht, ja, door een kleine diafragma komt er minder licht. Dus het scherpstel wordt daardoor bemoeilijkt, maar je kan wel perfecte scherpte diepte beoordelen. Een ander nadeel tegenover deze camera's, de meetzoekercamera's, is op het moment dat de foto genomen wordt, klapt de spiegel eigenlijk naar boven. Dus dat is het moment waarop dat het zoekerbeeld volledig zwart is. Dus het eigenlijke moment dat de foto terechtkomt, heb je als fotograaf in een spiegelreflex nooit gezien. Terwijl bij een meetzoekercamera kun je continu kijken, omdat het optisch losgekoppeld is van elkaar. Dat is wel een heel handig trucje om dat te omzeilen. Je kijkt gewoon met het ene oog door de zoeker en met het andere oog naar de omgeving. Dat verhelpt ook het probleem dat hier kun je anticiperen door dat je meer ziet dan het uiteindelijke frame, dan het uiteindelijke fotobeeld. Hier heb je dat niet, maar kun je met je andere oog dat wel compenseren. Het is trouwens zo dat niet elk prisma echt 100% weergeeft wat er uiteindelijk op je beeld terechtkomt. Deze bijvoorbeeld heeft denk ik 93% dekking, dus dat betekent dat je zoekerbeeld eigenlijk maar 93% toont van uw uiteindelijke negatief. Dus uw negatief zal nog net iets groter zijn. Maar bij duurdere modellen is die dekking wel weer 100%. Dan is het prisma gewoon groter en beter van kwaliteit. En dan de laatste in deze rij, om af te ronden ook, is de systeemcamera. Deze is weer digitaal. En deze is eigenlijk een combinatie van al het beste van deze drie camera's. Je hebt aan de ene kant heb je geen spiegel. Je kan wel de lens perfect verwisselen. Je hebt verschillende lenzen. Nu voor Sony nog niet zo heel veel opties. Maar je hebt wel ook adapters waardoor dat je Nikon en Canon lenzen kunt monteren op deze camera. Voor de rest heb je, net als de compactcamera, hier een digitaal scherm achteraan. Op dat scherm zie je 1-op-1 wat er op je sensor valt van licht. En ook in de zoeker heb je een kleine versie van het scherm met een vergrootglas of met een lens beter. Waardoor dat dan in principe ook 100% weergeeft wat dat er op je sensor valt op dat moment. Dus hier heb je ook 100% dekking, heb je ook weergave van je scherpte, diepte en zo meer. In principe kan deze camera, omdat er geen spiegel in zit, even stijl werken als deze nu in de praktijk. De Sony Alpha 7 reeks is niet gekend voor zijn stijle werking. Als ik het nu even snel demonstreer, dan hoor je dat dat op zich ook nog wel vrij veel lawaai maakt voor een camera die eigenlijk geen spiegel bevat. En daarmee hebben we de vier.